vaderdag, hè? Niet vergeten. Oh, zondag. Serieus? Wanneer is dat? Oh. Ja, zondag is zondag. Het vaderdag, dus dan krijg je allemaal weer leuke cadeaus. Zorg wel dat je een leuk cadeau koopt. Ja, dat moet ik niet tegen jullie zeggen. Ah, jullie hebben ook vaders natuurlijk, misschien. Hebben jullie die nog? Ik heb nog een vader, ja. Ja, ik ook. Ja, zeker. Nee, ga je dan wat geven? Ja, nou, ik ben dus nu al met mijn zusje op de app zijn we dan bezig. Van, jij wat papa wil hebben? Maar wat geef je uit? Welk bedrag? Het wisselt een beetje. Kijk, als hij iets... In principe rond een euro 50. Maar als hij iets wil hebben dat zeg maar 120 euro is... dan geven we allebei 60 en dan hebben we het ook. 50 euro per persoon. Maar mijn vader wil nu... kreeg ik over de... Een nieuw huis? Nou, hij wil een nieuwe boormachine wil hij hebben. Een boormachine? Hij wil een boormachine. Ja, maar een betonding of gewoon... Dat is niet helemaal duidelijk. Okay. Dus of het dan om zo'n accuschroefboor gaat... of dat hij echt een Kango wil hebben. Dat is, maar volgens mij heb je die niet voor 100 euro. Nou ja, een cadeau waar je in ieder geval niet mee aan moet komen dit jaar... is een asbak, een boekenbon of sowieso... een cadeaubon, een fles Aldiwijn of bloemen. Daar zitten mannen op dit moment totaal niet op te wachten. Een beleving vinden ze het leukst. Of een fles Aldiwijn? Nou ja, een goedkope fles wijn. Nou, Aldi is een hele goede wijn. Ja, is dat zo? Ja, man. Uiteindelijk is het leuker om een wijntje van 2 euro te hebben... dat je denkt, wow. Dan dat je er even van 25 euro koopt en denkt, nou... Dat is waar. Dat zegt inderdaad. De prijs zegt blijkbaar dus toch niet alles. Oh, nee. Heb mijn vader nu die zegt, het is een accu-schroefmachine die ik ga hebben. Tegen je zusje zeggen dat hij 100 euro... Ja.